Welkom bij de Pilates. De yoga ging niet door vanmorgen. De yoga ging niet door, nee. Oké, ik wacht nog 2 minuutjes. Kijken of er nog 2 aanmeldingen komen en anders gaan we van start. Oké. Geluid uit, Annemarie? Ja, geluid uit is denk ik rustiger. Ja, ik denk het ook. Ja. Hoe verwacht de dingen in je kamer? Als er dan opeens een telefoon afgaat of... dat hoef ik allemaal niet te horen. Ik ook niet. Of een partner die zegt, waar ben jij nou weer mee bezig? Ik dacht dat je klaar was. Ja, ik dacht dat je al klaar was. Gaan we nou nog eens? Ja, je maakt wat mee online hoor. Dat is. Ja. Nee, laatst zei iemand tegen mij, ja, ik stond in mijn string mee te doen via Facebook. En toen zei je opeens, hi Mariska, zei je opeens. En toen dacht ik dat je me echt zag en ik stond al de hele tijd mee te doen. Maar dat was via Facebook, dus ik zeg, nee, dan zie ik je niet hoor. Ja, hè? Nou, helemaal leuk. Lekker thuis. Mag je jezelf zijn, inderdaad. Oké. Laten we beginnen. Het is tijd. En misschien dat de laatste nog vanzelf komt. Erbij komt. Kom staan met je voeten heupbreed uit elkaar om te beginnen. En dan gaan we cirkeltjes maken. Je mag je armen laten hangen. En cirkel dan naar voor, naar zij, naar achter, naar zij. Dus verdeel je gewicht. Afwisselend naar je voorvoeten, buitenkantvoeten. Ja. En ga dan ook echt met je aandacht. Ja, daar zijn we. Hi. Ga dan echt met je aandacht naar je voeten. Dus voel maar hoe je je gewicht verdeelt. En dan de andere kant op. En nu mag je iets meer gaan opstrekken in je bovenlijf. Wat langer, je wervelkolom wat langer maken, je kruin in de lucht bewegen. Je buik wat opspannen. En zet jezelf stil in het midden om je rechterhiel te liften. En dan om en om linkerhiel om goed de voeten op te warmen. En neem je armen maar mee naar voor tegelijkertijd, opzij en laat ze zakken. Naar voor schouderhoogte, opzij en laat ze zakken. Ja. Coördinatie, benen en armen bewegen vrij. Schouders blijven laag. Nog 2 keer. En nog 1. Hou je linkerhiel van de mat of van de vloer en strek hem zij weg en tik weer aan. En zij en tik weer aan. Neem je armen mee opzij. En ervaar die breedte in je rug. Schouderbladen plat op je rug. Nog 3 te gaan. Nog 2. En nog 1. Wissel, andere been. Rechterhiel van de mat. En strik hem zijwaarts weg. Je heupen blijven helemaal recht. En het been hoeft niet hoog. Ja, voel die kracht tussen je schouderbladen. Hou je armen zijwaarts, dan voel je best wel dat dat invloed heeft op je schouderspieren. Nog 1 keer. En kom stevig staan op beide voeten. Maak een kniebuiging. En terug. Neem je armen mee, ellebogen schouderhoogte. Adem uit en adem in. Word je bewust van je ademhaling?
Laat je adem gewoon lekker stromen de hele les door. Vertrouw dat je lichaam vanzelf ademt. En als de oefeningen intensiever worden, gaat je ademhaling wat sneller. Net als je hartslag. Nog twee keer. En nog één keer. Vanuit hier stappen we weg voor de lunge squat. Je stapt naar voren, je buigt, je strekt en wissel. Links en buig. En op en stap bij. Stap rechts weg. Tak. Je rug blijft helemaal lang. En neem je armen maar mee de lucht in. 1, 2, 3, 4. En 1, 2, 3, 4. Stap weg. Arm in de lucht. Handen terug. En op. 1, 2, goed zo. 3 en 4. Stap bij. 1, 2, 3 en stap bij. Laten we nog twee keer doen. En nog één. En stap weg. Lunge. Handen terug. En stap bij. Kruis je rechtervoet achter je linker. Voel de binnenkant van je benen naar elkaar toe bewegen. En vanaf hier rollen we af. Eerst je kin naar je borst. En rol maar langzaam af. Wervel voor wervel. Ook hier mag je knieën best een klein beetje buigen. Vooral als je het voelt trekken in je onderrug. En roll up. Rechterarm gaat de lucht in. Linkerhand in je zij. En buig zijwaarts. Even kijken. En je buigt naar je elleboog toe. De andere... Ja, even kijken hoor. Lili, je mag de andere... Ja. Oké, wissel. Linkerbeen kruist achter. Armen langs je lichaam en rol naar beneden af. Misschien kom je wat stramme plekjes tegen, hè, bij deze. Ik voel het vooral rondom mijn billen en mijn hamstrings. Als het niet pijnlijk is, dan is het oké. Anders je knieën iets lichter buigen. En rol maar wervel voor wervel omhoog. En als je je linkerbeen achter hebt, dan buig je naar rechts. Ja, voelen jullie hem stretchen langs de zijkant van je lichaam? Jullie geluid staat uit, dus knikken of nee schudden. En rustig terug. Oké, we gaan 10 keer diep in en uit ademen. Arm omhoog, adem in. Adem uit, breng je je handen naar je heupen. Adem je uit door je mond, krachtig. En dat doen we 10 keer om onze energie op te boosten. Daar gaan we. In, uit. In, uit. En stop. Voel even wat dit met je doet. Kan soms een klein beetje duizeligheid veroorzaken in je hoofd, omdat je in één klap heel veel zuurstof naar binnen krijgt. Laten we hem nog één keer doen. 10 keer. In, uit. In, uit. En 3. En 4. En relax. We gingen helemaal tegelijk. Mooi om te zien. Oké, kom rustig zitten voor aan je mat. Met beide benen gestrekt en je knieën wijzen omhoog, je vreven wijzen omhoog. Breng je de armen voor en je lift je rechterbeen een klein stukje van de mat. Maak een crunch, kijk langs je borst en je buik weg. En kom je op je zitpotten en leg je rechterbeen neer. Ja, linkerbeen op en C-crunch. En kom weer recht op je zitpotten, vooral die onderrug lang. En plaats je voet neer. Herhaal, rechterbeen en C-crunch. Recht naar voren, neem je blik mee. Kijk recht in de ruimte. Kijk langs je borst en buik weg. Terug op je beide zitpotten en leg je been neer. Het been hoeft niet hoog.
Klein stukje is genoeg. En je armen blijven onder je schouders, alsof je een dienblad vasthoudt. Adem uit. Adem in. En yes, laten we nog twee keer herhalen. Rechts, links. En beweeg op jouw ritme van jouw adem. En rechtop. Handen achter je hoofd. En dan merk je dat je je rug nog rechter kan maken. En dan twisten we om en om. Trek je navel wat in en op. Zodat je benen even lang blijven. Dus als je merkt dat je ene been langer wordt dan je andere been, ben je aan het roteren uit je bekken. En we willen de benen helemaal stil. Het bekken helemaal stil. Geïsoleerd. Onder je navel. Mobilisatie boven je navel. Nog 4. 3. 2. En 1. 1. Eindig terug in het midden en kom maar liggen op je rug. Voor de bridge. Je voeten in één lijn met je zitvlak. Armen langs je lichaam. Handpalmen wijzen naar de mat. Zorg ervoor dat je nek helemaal recht ligt in één lijn met je wervelkolom. Lift je bekken omhoog en we strekken onze rechterbeen in de lucht voor kleine cirkeltjes. En we maken 8 cirkeltjes. 2, 3, het bekken blijft stil. 4, 5, 6, kijk langs je borst weg of naar je knieën in de lucht. Eindig in het midden en wissel van been. Strek je linkerbeen in de lucht en maak kleine cirkeltjes. 1, 2, 3. Goed. En blijf je stuit in de lucht bewegen. Tijdens het bewegen blijf je je stuit in de lucht bewegen. Nog eentje. Plaats je voet neer en we gaan 8 keer naar beneden en omhoog. 7, 6. Beweeg je armen zijwaarts. Net van de mat los. Alsof je een hele grote skippybal vasthoudt. En voel die schouderbladen tegen de mat. Nog 4 te gaan. 3, 2 en 1. Laat je bekken zakken. Beweeg je linkerknie in. Beweeg je handen achter je oren of achter je hoofd. Met je vingertoppen tik je je schedel aan. En dan gaan we neus naar je knie, knie naar je neus. 7, 6, 5. Nog maar 4 te gaan. En wissel van been. Plaats je voet neer. Beweeg je rechterknie naar je borst, neus. En je neus naar je knie. 3. 4 zachte bewegingen. Let op dat je zacht wegstrekt. Dus je hoeft je knie. Je knie blijft nog licht gebogen. Ja. Oké. Plaats je voet weer neer. Leg je armen neer. Doen we deze serie nog een keer. Met je bekken in de lucht. Rechterbeen in de lucht. 8 cirkels. 7, 6, 5, 4. Ontspan de spieren in je gezicht. Je wangen. Je kin. En wissel van been. Linkerbeen in de lucht. En dan gaan we. 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Plaats je voet neer, hip lift. En laag en op, net boven de mat. Je stuiten raakt de mat net niet. 5. Voel de spanning aan de achterkant van je lichaam. En nog eentje. Laat je bekken zakken. Beweeg je rechterknie boven je heup. Handen achter je hoofd. En neus naar knie. 8 keer. Deze beweging. 5, 4, 3, 2. Wissel. Andere been. 8, 7, 6, 5, 4, 3.
En twee. En één. Strek beide benen langs de mat weg. Dan gaan we voor de volgende ronde. Een rechterarm in de lucht. Linkerhand. Plaats je of achter je hoofd of je pak je bovenarm vast. Nou, dat is niet echt heel lekker. Dus plaats je linkerhand maar achter je hoofd. En je rechterarm gestrekt langs je oor. Net voor je oor. We komen eerst recht omhoog. Rijk richting je linkervoet. Terug in het midden en dan pas zakken. Hercules crunch. Op en rijk zijwaarts. Blijf met je beide zitvlakken tegen de mat. Op en schuin. En recht en neer. Lift je schouders. Rijk schuin, diagonaal. Ja, doen we 8 keer. En je strekt je benen weg. Dus je benen zijn wel, bovenbenen zijn aangespannen. Dus voel ook die kracht in de benen. En bij de rotatie voel je dat je je rechterschouder iets meer van de mat los beweegt. Goed zo. Nog 1 keer aan deze kant. Zijn je schuine buikspieren wissel. Linkerarm langs je oor. Lift op. Adem in. Rijk schuin. En terug in het midden en neer. En je voeten mogen heupbreedte uit elkaar. Als je langs je borst wegkijkt, zie je die bobbels van je bovenbenen. Dat komt omdat je je beenspieren aanspant. Ja, goed zo. Nog 4 to go. Je bilspieren zijn altijd een klein beetje aangespannen. Minimaal. Nog 2. En nog 1. 1. 1, 1, super. Rechterknie in, linkerknie in voor de single leg stretch. Rechterhand net onder je linkerknie en je linkerhand bij je enkel ongeveer. En dan om en om je benen wegstrekken. Let op, hier kan het zijn dat je wat spanning voelt in je nek en schouders. Dat betekent dan dat je iets meer mag opspannen vanuit je buikspieren. En je kin goed dicht bij je borst houden. Laatste 8 en 7 en 6, 5, laatste 4, 3, nog 2 en 1, 1. Bijna knieën in en maak kleine cirkeltjes naar buiten en naar binnen. En ondertussen adem je diep door, zodat de verzuring in je buik kan wegebben. Ja, ontspan je buikspieren maar even. Laat je buik maar opbollen op je inadem. En dalen op je uitadem. En herhaal dat voor jezelf totdat dat branderige gevoel weg is. En dan span je je buikspieren weer op. Dan strek je beide benen weer langs de mat weg voor de 2e ronde. Hercules crunch. En lift, rijk schuin. En terug, neer. 8 keer, lift. En in deze oefening, omdat je benen gestrekt zijn, is je rug ietsjes holler. Dus je merkt wel dat je stuit en je zitbotten contact maken met de mat. Maar daarna voel je een best wel holling in je rug. Dat klopt, omdat je met je benen gestrekt ligt. Je bilspieren iets aanspannen. Dus dan lig je iets hoger dan met je beide voeten tegen de mat. Maar we hebben genoeg steun van de vloer en we spannen onze buikspieren aan. Dus dan komt het helemaal goed met die rug. Yep. En tik. En terug. Wissel. Andere kant. 1. Schuin. Midden en terug. En 2. Schuin. Midden en terug. We zijn bij 3. Schuin. Midden en terug. En 4. 5. Ja. Je mag. Lily, je mag iets. Je hoeft iets minder hoog. Dus blijf wat lager. Je hoeft maar een heel klein stukje met je schouders van de mat. Dus iets minder hard werken. Oké. Okay. Single leg stretch. Dat geldt voor jullie allemaal. Bij Pilates 20% van je kracht. Hè? Als je het gevoel hebt dat je een marathon aan het lopen bent, dan ben je te hard aan het werk. Dan mag je het iets rustiger aan doen. Rechterknie in, linkerbeen op neushoogte. En dan gaan we 1, 2, 3,
meedraaien. Voor mij werkt dat altijd heel goed. Zo krijg ik minder snel pijn in mijn nek. Oké, beide knieën in. Goed gedaan. Adem weer diep in. Voel je buik opbollen. Adem uit. Voel je buik dalen. Adem in. Voel je buik opbollen. En meestal na zo'n 4 buikademhalingen merk je dat de verzuring wegzakt. En dan kunnen we weer. Volgende oefening. Beide benen strekken we weg. We gaan oprollen en afrollen. Beide armen net voor onze oren. Dus je ziet je bovenarmen nog. Adem in lang maken. Adem uit. Kom omhoog. Yes. Rijk. Ver voorbij je tenen. En rol naar beneden af. En het is jouw beweging. Dus voel wat je nodig hebt hier. Merk je dat je blokkeert hier ter hoogte van deze. Dan kan het zijn dat het wat vast zit onder in je rug. En dan helpt het om één knie in te trekken. En op deze manier wat vloeiender op te rollen. Dus luister naar je eigen lichaam in deze oefening. Zonder te duwen en te trekken. Adem in, adem uit. Alsof je meestroomt met een riviertje. Als het zo voelt, dan is het helemaal goed de intensiteit. Voelt het als tegen de stroming inzwemmen. Maak de beweging dan wat zachter voor jezelf door 1 of 2 knieën mee te nemen. Dan rol je makkelijker. Ja, kijk. Blijf de schouders laag. En als je dan ook nog erbij kan blijven glimlachen, dan zit je helemaal op de juiste intensiteit. Het kan zijn dat je van je matje afrolt. Dat is geen probleem. Oké, goed gedaan. Blijf rechtop zitten. En dan pakken we de benen aan de achterkant vast voor de boot. De Nirvasana. Oké, handen achter je hoofd en duw je benen weg. 1. Klein stukje. 2. 3. We gaan tot 8. 5. 6. 7. En 8. Plaats je voeten neer. Volgens mij ging dat heel makkelijk, die 8, hè? Oké, voor de mensen waarvoor het heel makkelijk was, die Nirvasana en benen wegduwen, bij de volgende ronde doen we er gewoon 12. Ja? Vond je het zwaar genoeg? Dan blijf je bij 8. Let's go again. We gaan 4 keer afrollen en oprollen. Adem in, adem uit, roll down. Beweeg je armen voor je oren en adem uit, roll up. En weet je van jezelf, ja, ik weet dat in de groep sommige mensen last hebben van hun SI-gewrichtje, dan kan deze oefening, die Nirvasana, die boothouding, kan onprettig zijn. Hou dan je beide voeten op de vloer. Maar dan komen we zo. Ik ben de tel kwijt, laten we nog eentje doen. En pak je benen net boven je knieholtes vast. Voor de mensen die last hebben tijdens deze oefening met de voeten van de vloer, begin dan met je voeten aan de vloer en lift om en om je voet van de vloer af. Is iets minder zwaar voor de rug. Ja, dus dat mag ook. Had je net geen problemen en voelde de oefening helemaal oké? Dan gaan we hem nog een keer doen. 1 en 2. 8 keer, hè? 3 of 12. 4. 5. 6. 7. 8. Gaat ie goed? 9. Je mag stoppen of door. 10. Nog 2. En 1.
Ja, kijk, dat is trainen. Ik zag dat verschillende mensen hun eigen stationnetje kozen. Dat noem ik trainen. Dus als je last hebt van een blessure, dan blijf je bij de optie. Voelde je genoeg bij 8, dan blijf je bij 8. Merk je dat je nog kracht over hebt, dan ga je door. Heel goed gedaan. Oké. Dus we gaan de twist even doen. Strek beide benen weg. Plaats je linkervoet in één lijn met je linker sitpot. Sla je rechterarm om je been heen. Maak jezelf eerst lang en dan kijk je langs je linker schouder weg. Dit is een twist voor je rug. Ontspan vooral je bovenrug. Stretch de borst. En geef een lichte compressie aan je onderrug. En het masseert je buikorganen. Wissel. Het geeft compressie aan je buikorganen. Sla je linkerarm om je been heen. Haal je bovenbeen dicht bij je borst. En kijk langs je schouder weg. En adem. Blijf ademen. Doordat ik veel praat, merk ik dat mijn adem helemaal hier zit. Bij mijn keel zelfs, borstkeel. Voor jullie mag dat wat lager, hè? Meer naar de buik. Ja. Oké. Goed, we gaan op handen en knieën. Zien jullie mij goed eigenlijk? Ben ik te veel? Ben ik goed in beeld of ben ik te ver? Ja, prachtig. Ach, gelukkig. Op zondagochtend. Oké, wat we doen is in de lucht 1, knieën naast elkaar en dan zijwaarts liften. Heel elegant. En op. En 2. Ja. En op. En zij. En de rug blijft onveranderd. Natuurlijke stand van je rug. Met je navel in en op. Borstbeen is op, je schouderbladen plat op je rug. Voel maar. Voel maar de stand van je rug. En denk lang. Verdeel je gewicht over beide handen. Je balanceert op één op je rechter onderbeen. Nog eentje te gaan met links. En we putten deze even uit. Deze kant strek je been weg naar achter. Je grote teennagel tegen de mat en lift tot bilhoogte. Doen we 20 keer. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 11, 10, 9, 8. Het mag gaan branden. 7, waar in je bil? 3, 2, 1 en... Kom even naar achter naar Child's Pose om het verschil te voelen. En dat alles met je eigen lichaamsgewicht, hè? Er komen geen dumbbells aan te pas. En dan toch zo'n branderig gevoel in je bil. Weeg terug in het midden voor de andere kant. Dus handen onder je schouders, knieën onder je heupen. En lift. Je knie net iets boven bilhoogte. Terug. Knieën naast elkaar. En zijwaarts liften. En 2. Blijf je navel in en op bewegen. En waak erover dat we de rugzak op onze rug afdoen. Schouderbladen plat. Nog 2 te gaan. 1. 1. Strek je been weg. Tik de vloer. 20 keer liften. 20. 19. 18. 17. 16. 15. 14. Met een vaartje omhoog. 7. 6. 5. 4. 3, 2, 1. Knieën wat naar buiten. We bewegen ook hier weer naar Child's Pose.
Alright, kom liggen op je buik. Handen onder je kin. Met je onderarmen van de mat af. Je blijft kijken naar één punt voor je. En lift two legs. 1. 12 keer. Je bovenlijf blijft stil. 3. Alleen je benen gaan op en neer. Je ribbenboog is tegen de mat. Je navel is in en op. Goed zo. Nog 4 to go. 3. 2. Hou je benen boven. Strek je armen zijwaarts en draai cirkels. Alsof we gaan opstijgen. Hou je benen stil in de lucht. Zo dicht mogelijk bij elkaar. Nog 4. Nog 3. Blijf ademen. Nog 2. Nog 1. Plaats je handen onder je schouders. En lift je borstbeen. Je ribbenboog. Je navel misschien zelfs. Kijk schuin in de lucht. En kom weer liggen. Ronde 2. Handen onder je kin. Je benen liften 8 keer. 8. 7 en dan nog 4 voor 12. Je bovenlijf blijft stil. Je onderarmen zijn van de mat los. Nog 4. Nog 2. Nog 1. Hou je benen in de lucht. Armen zijwaarts. En 1, 2, 3, 4, 5. 3 keer 8. 6, 7, 8. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Laatste 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh. Diepe zucht. Lift op. Adem. Adem uit. Kom rustig naar beneden. En vanuit hier via de knieën. Omhoog. Met je knieën heupbreedte uit elkaar. Je wreven plaats je goed stevig tegen de ondergrond. En we strekken onze rechterbeen opzij. En als je nou niet op je knie kan zitten, dan kom je staan. Dus dan doe je hem op deze manier. Ja? En anders plaats je je vingertoppen recht onder je schouder. Ja, zodat de rug helemaal lang blijft. De nek ook, hand achter je hoofd en lift je been in de lucht. 8 keer. 7. 6. 5. En je gewicht is maar heel licht, hè, op je vingertoppen. De rest draag je met je buik- en rugspieren. Nog 3. Nog 2. Hou je been boven en beweeg voor en achter. 8. Goed aanspannen. 7. Dit is zwaar. 6. 5. 4. 3. 2. En nog 1. 1. Tik de mat aan. Beweeg je been ietsjes verder naar voren. Plaats je voet helemaal tegen de ondergrond. Al je tenen, je hiel. Plaats je linkerhand echt helemaal tegen de mat. En schuif je linkerbenen maar onder voor de zijplank. Je mag je onderste knieën ook buigen. Ja? Zoek jouw plank op. En draai door naar je halve plank of kom op je knieën. En draai door naar de andere kant. Kip aan de spits. En draai door naar je plank. En lift je rechterarm in de lucht. Ja, span je bilspieren wat aan. Terug in het midden. En lift je linkerarm. Je mag ook via de knieën, hè, mensen. En terug in het midden. En lift je rechterarm in de lucht. Goed. Buig je linkerknie. En kom rustig naar beneden. Oeh. Stretch. Goed gedaan. Daar krijgen we het lekker warm van, hè? Well done. Oké, andere kant. Op je beide knieën. Linkerbeen wegstrekken of staand. Dus als je last hebt van deze knie, van je rechterknie, doe deze oefening dan staand. En keer terug op je mat als we gaan planken. Vingertoppen recht onder je schouder. Hand achter je hoofd.
Yes, lift en lower. En ik doe bewust hier geen hele hand tegen de mat. Je mag ook op je vuist als je last hebt van je vingerkootjes. Mag je ook op je vuist. Maar zo klein mogelijk steunvlak, zodat we ons lichaamshouding blijven dragen. Dat is eigenlijk het doel. Mooi ziet dat eruit. Via Zoom, via Facebook kan ik het helaas niet checken. En beweeg je been tot heuphoogte en swing je been naar voor en naar achter. Mooi. Wat ik zie is lengte in jullie bovenlijven. Heel goed. Zo kan dat been vrij bewegen. Nog 4. Nog 3. Nog 2. En nog 1. 1. Plaats je voet ietsjes meer naar voor. Plaats je hele hand tegen de mat, net als net. En schuif je onderste been er eventueel onder. Achter. Arm in de lucht, adem in. Adem uit, plank. Zet je handen onder je schouders. Dus een kleine aanpassing in de houding. En lift je rechterarm in de lucht. Blijf afzetten van je beide voeten, beide handen. En lift. En de oefening zegt het al, hè? Zo recht als een plank. Laten we nog één ronde doen. Merk je dat je gaat compenseren, dat je gaat hangen in de rug? Dan stop je. Dan ben je al vermoeid. En buig je onderste knie, andere knie. Kom zitten voor de stretch de andere kant op. Alright. Gaat het? Ja, mooi. Gaan we door met de push-ups. Push-ups zijn maar 12 push-ups. Even pauze, nog 12 push-ups. Ja. Knieën, heupbreedte uit elkaar. Je mag je tenen of tegen de mat of je wreven plat. Handen net buiten je schouders. Borstbeen tussen je duimen. 1, 2, 3, 4. Ga door. 7, 8, 9, 10. Nog 2 te gaan. En ontspan. Kom maar even rusten. Als het gaat, zittend met je zitvlak op je hielen. Doe dat zeer aan je knieën, dan blijf je gewoon rechtop. Eventjes laten zinken de oefening. En dan doen we nog een ronde. Kom maar. Voor de liefhebbers die gewend zijn om push-ups te doen of ze aan het opbouwen zijn. Ik hou je niet tegen als je met je benen gestrekt wil. Hè? Alleen begin met op je knieën. Als dat heel goed gaat, dan ga je met gestrekte benen. Let's go. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5, 4, 3, 2, 1. Goed zo. Well done. Oké. Kom maar lekker liggen op je rug. Voor de leg circles. Rechterbeen is in de lucht, je linkervoet is of tegen de mat. Of wil je wat meer uitdaging in het fixeren van je bekken, dan strek je je linkerbeen langs de mat weg. Dus aan jou de keuze. Plaats je armen, beweeg je armen open, net onder je schouders. Met je bovenarmen vandaag van de mat, zodat we nog iets meer vanuit ons center mogen gaan werken. Omdat je zult merken, als je nu gaat cirkelen, dat het wat instabieler is met je armen nog. Vang de mat los. Ha, extra uitdaging vandaag. Hou die heupen stil. Dat is het doel, dat je bekken stil blijft. Dus de cirkel begint klein. En dan voel je zelf waar jouw grens is in de cirkel.
Met als doel, uitgangsdoel, je bekken stil houden. Nog twee cirkels. Plaats je handen achter je hoofd, lift je hoofd en schouders. En 8 keer kicks. Laat je been zakken net boven de mat. En kick hem in de lucht. 2. 3. 4. 5. En 6. 7. En 8. En 9. We gaan door. En 10. Gaat wel lekker eigenlijk. 11. En 12. Goed. Wissel. Leg je hoofd maar neer. Spreid je armen. Bovenarmen van de mat los. En cirkel. Naar buiten en naar binnen. Als je je voet liever tegen de mat aan plaatst, voor iets meer stabiliteit, doe het, hè? Voel maar. Nog 3 cirkeltjes. Hou vooral je rechterbil goed tegen de mat als je je been naar buiten cirkelt. Handen achter je hoofd, lift je hoofd en schouders. Let's go. 12 kicks. 1. 2. 3, 4, 5, 6. Twee. 1. Yes. Plaats je beide voeten tegen de mat. Leg je armen open neer en laat je knieën als een ruitenwisser naar links. Terug in het midden en naar rechts zakken. En ervaar die eventuele stretch over je heupvleugel, je bil. En daar waar je het wat heftiger voelt, dan blijf je even in die stretch. En dan rol je via je rechterzij of linkerzij overeind tot een zittende positie voor de jackknife. Huh? De jackknife. Weten we die nog, de jackknife? Nee. Ja, zoiets zie ik. Ja, klopt. Dus je begint. Je begint met je benen gekruist. Dus leg je rechterbeen maar over je linkerbeen. Kom helemaal recht op je zitbot te zitten. Handen naast je dijen. En je begint met afrollen. Klein stukje. Totdat je in je C-spine bent. Ronding aan de achterkant, rolling aan de voorkant. Dan voel je dat je je benen kan liften. Dan rol je verder. Voor de mensen met nekklachten of hoge bloeddruk, die blijven hier. Die openen hun benen en sluiten hun benen. En die rollen straks met ons samen weer terug. De anderen houden hun rechterbeen voor. Je beweegt je voeten schuin achter je in de lucht. Open je benen, sluit je benen. Links is nu voor. Roll down. Houd tegen hè, met je buikspieren. Span je buik aan, span je buik aan. Zachte landing. En dan laat je je benen wat zakken, diagonaal. En volg met je borstbenen, alsof er een touwtje aan je voeten en je borstbeen zit. En dan zijn we er. Tada! Herhaal. Roll down. Kracht in de buik. Benen wegstrikken. Dan komen ze vanzelf in de lucht. Kin blijft in hier, hè? Wat je ziet zijn misschien je tenen, je knieën, je bovenbenen open sluit. Blijf even hier. En roll down. Trek die navel naar binnen, trek die navel naar binnen. Lift je hoofd en schouders. En goed. Doe nog maar een keer. Rechts en links. Dezelfde kwaliteit. Zonder te haasten, helemaal in je eigen tempo, tot jouw stationnetje. Klem de binnenkant van je benen wat steviger tegen elkaar. Dat geeft ook kracht. Zorgt ervoor dat je bek- en bodemspieren ook gaat aanspannen. En je mag inderdaad een heel klein beetje afzetten ook van je handen. Mensen via Zoom ziet er super soepel uit. Voor een zondagochtend. Applausje voor jullie.
Maak hem maar af. Vindt hem ook wel lekker om te doen? Ja, en let op dat je die valse lucht, want ik hoor nu... Ja, zeker. Ja, dat betekent dat je je adem inhoudt tijdens het afrollen. Blijf doorademen. Dus adem in, adem uit, adem in, adem uit, adem in, adem uit, adem in. Adem uit. Ja, dan heb je... Anders heb je valse lucht. En dan merk je ook als je dat doet, als je door blijft ademen, dat de beweging ook veel vloeiender verloopt. Goed gedaan. Oké, we gaan door met nog 5 minuutjes stretchen. Strek je beide benen naar voren. En het is Pilates, dus je mag je benen echt strekken. En dan kom je... Naar een vooroverbuiging. Let erop dat je tenen wel ontspannen blijven. En als we zo aan het stretchen zijn met de vloer als steuntje onder ons, mag je je buik loslaten. Laat je buik maar bewust los, zodat de spanning die we net hebben opgebouwd in onze buik ontspant. En laat je buik ook maar echt opbollen op je inadem. En echt dalen op je uitadem. En ga met je aandacht naar dat wat je voelt in je spieren als je deze stretch doet. En als eerste voel je meestal in deze stretch als de beenspieren wat... stram zijn, dan voel je dat aan de achterkant van je benen, dat klopt. Maar misschien als je wat langer in de houding blijft, voel je het ook doorbewegen naar je rug. En dat klopt ook. Roll up. Je wervel kan helemaal rechtop zitten. En lift je rechterbeen op. Support hem met je rechterhand in je knieholte. En pak met je linkerhand net boven je enkel vast. Yes. Knie hoeft niet helemaal doorgestrekt. Dus hou je knie licht gebogen. En volg je rechterarm naar achter. Blijf je borstbeen richting je voet bewegen. En beide armen zijn gestrekt. Kijk maar langs je rechterschouder weg naar achter. En beweeg jezelf wat meer op je beide zitbotten. Dus beweeg wat meer naar je linkervoet toe met je gewicht. Oké, leg hem neer. En doe mezelf de andere kant. Lift je linkerbeen op. Ondersteun je knieholte met je linkerhand. Pak met je rechterhand net boven je enkel vast. Maak jezelf eerst lang, adem in. En adem uit, twist. Kijk langs je schouder weg. Kijk langs je duim weg. Nog 1 ademhaling. In, vol, diep in en uit. Beweeg rustig terug. Je hand weer terug onder je knieholte. En leg je been neer. Plaats je voetzolen tegen elkaar voor de butterfly. Ook een fijne om te ontspannen voor de binnenkant van je benen. Hoe dichter je je hielen richting je stuit beweegt, hoe meer stretch aan de binnenkant van je benen. Wil je dat wat milder, beweeg je voeten wat meer naar voren. Dan pak je wat meer je hamstrings. Zonder te duwen. Laat de zwaartekracht hier een beetje zijn werk doen. Ja, zo ja. En laat je boven je schouders, laat die ook maar wat zwaarder hangen. Laat je hoofd maar wat meer hangen. Ontspan de spieren in je gezicht. En kom rechtop. Kruis je rechter of linkervoet voor je enkel. Dus volledige zit. Rechterarm gaat in de lucht, linkerhand tegen de mat voor de zijwaarts stretch, zijwaarts buigen. En beweeg je rechter zitbot wat meer richting de mat. Terug in het midden en wissel.
rug in het midden. En rol je schouders. Adem in. Adem uit. Laat je schouders helemaal zakken. Bewust. Richting je heupen. Heel goed gedaan. Wil ik het hierbij laten? Dank jullie wel. Ik heb nog wel even wat te melden. Ik heb nog heel even iets te melden. Volgende week is het Pasen, dus dan is de sportschool dicht op zondag en maandag. Dus dan is er ook geen online les. En daarna, die zondag daarna, dus dan is het de 11e. Dan begint deze les om 10 uur in plaats van 9:45. Aha. Is dat goed? Ja. Oké, omdat de yoga komt te vervallen. Ik zag het staan, ja. Ja, daar is helaas geen animo voor. Ja? Te vroeg, denk ik. Ja, ik denk te vroeg voor de zondag, 9 uur. En er zijn hier buiten ook allerlei activiteiten. En ik zie veel van de yoga-mensen zie ik op de parkeerplaats. Dus ja, ze kunnen niet alles tegelijk, hè? Oké, dank jullie wel. Fijne zondag. Dag. Fijne zondag. Doei. Fijne zondag. Doeg.